Maar dat voorkomt niet dat sommige vrijwilligers toch hun eigen plan trekken, vertelt Menno. Er is heel veel kinderkleding bij het Rode Kruis aangeboden. Terwijl er helemaal geen kinderen wonen, bijvoorbeeld. Maar dan is het toch... En dan moest het Rode Kruis ook strijd voeren. Van, ja, daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Ja, maar ik kom het brengen. Het is voor een goed doel. Je moet het aannemen. En hebben jullie gedacht, oké, we moeten dit op een of andere manier, moeten hier een strategie voor bedenken. Hoe gaan we dit aanpakken? Het blijft een soort gearrangeerd huwelijk natuurlijk. Het is een uitvoeringsorgaan van het vreemdelingenbeleid. En een burgerparticipatieinitiatief die eigenlijk het Nederlands vreemdelingenbeleid maar terzijde wil schuiven. En alles doen wat mogelijk is voor onze bewoners. En er is ook wel overleg, maar volgens de deelnemers zelf... Ja, het is een platform, dus ze zijn vrij om te gaan en te doen wat ze willen. En ze hoeft niet per definitie zich iets aan te trekken van of het COA of de beheerders van Hotel De Koepel. En ze kunnen het gewoon toch doen. Dat enthousiasme om iets te doen voor de vluchtelingen mag dan bijvoorbeeld een overschot aan kinderkleding opleveren en daarom lastig zijn voor de officiële instanties. De koepelbewoners vinden de Haarlemmers een geschenk uit de hemel. Niet in de laatste plaats, omdat de vrijwilligers zich juist niet hoeven te houden aan de regels. Dit is Anas Issa, 30 jaar. In the beginning, everything it's about Haarlemmer. Who gave us like really warm blanket? They are Haarlemmer. Who gave us clothes? In het begin waren het de Haarlemmers die ons dingen gaven. Het kwam niet van het COA of de overheid. De Haarlemmers gaven ons echt warme dekens. En lekker Turks of Marokkaans brood en soep. Het was only Haarlemmer. It wasn't like from COA or government. Het COA, zegt Anas. Tja, die doen de dingen zoals het systeem voorschrijft. They will do their thing. On system. Anas is een van de eerste Syriërs die Mara ontmoet. Ja, super vrouwelijke jongen. En echt dat ik dacht van, nou, hoe kan je, wat heb jij, ben jij niet over zee gegaan? Hoe ben jij dan hier terechtgekomen dat je nog zo vrolijk en positief kan zijn? I don't know, I have me and Mara this click. You know, so we have it. We can understand. Mara hoeft hem maar aan te kijken en hij weet wat ze bedoelt, zegt Anas. What you want or what you mean. So it was really nice. Hij vindt zwemmen erg leuk, ik vind zwemmen leuk. Dus we gingen zwemmen. En in Heemstede heb je dat golvenbad. Dus het gaat één keer in het uur en we gaan weer golven. En hups, de golven. Hij blijft dan dus wel vrolijk, maar we zaten in die golf een beetje zwemmen. Hij zo, dit zijn wel de leuke golven. De laatste keer dat ik dit soort golven heb meegemaakt, maar dan 10 keer zo erg, lag ik 6 uur lang in de zee te dobberen. Dus, weet je, met 2 baby's in zijn armen en tegenover hem de moeder met nog een kind. En, dat zegt hij dan met een dikke, vette smile op zijn gezicht. Maar ja, het is natuurlijk wel iets wat hij... Dat zal Anas ook een plekje moeten gaan geven, wat hij allemaal heeft meegemaakt. I was working, I graduated already business administration. In Syrië had Anas het goed voor elkaar. Hij werkte voor modemerken als Versace en had genoeg geld voor een eigen auto. Zijn familie zit nog in Syrië. My small house. Your family is still there? Part of them, yeah, who still live there. Ja, ik help hem wel, maar ik help hem zoals ik privé ook mijn vrienden help. En hij is zo assertief zelf. Weet je, hij was binnen 2 weken was hij voor het COA aan het werken in de koepel. En deed hij spullen uitdelen, maar ook helpen met vertalingen. En ik werd geregeld door hem gebeld met... Oké, ik sta hier nu bij deze mevrouw en die heeft dit en dit nodig. Regel jij dat even? Ja, is goed. Oké, doei. So you became a volunteer as well? Yeah, somehow. I was her agent inside. Anas woont al een tijdje in de koepel als Mara erachter komt dat hij zonder deken slaapt. Ik zou waar slapen. Hij zei, ik doe gewoon mijn winterjas aan en dan ga ik gewoon op bed liggen. My room was closed, so they opened and this is your room and this is your bedsheet and this is your thing. So ze checkte niet eens of ik een deken had gekregen. Toen ik mijn kamer kreeg, zat daar geen deken bij. Hij wist destijds dus ook niet dat je gewoon een deken kon vragen, want ik heb hem mijn dekbed gegeven en de volgende dag dus met Menno gesproken erover. En die zei van, ze kunnen gewoon bij het vragenuurtje om een deken vragen. Toen heb ik Anas gebeld van, hey, wist je dat? Hij zei, nee, wist ik niet. Volgens Menno Schot van het COA had Anas beter zijn best moeten doen om een deken te bemachtigen. Het is ook een beetje je eigen verantwoordelijkheid. Dan heeft hij waarschijnlijk niet goed opgelet of niet op zijn voorlichtingsbijeenkomst geweest.
wij zijn niet de papa en de mama van alle bewoners in de COA-opvang. Ik ben het heel erg met Menno eens. Je moet echt niet pamperen. Dat is niet de bedoeling. En dat was iets waar ik in het begin ook al tegen opliep. Mensen die alles voor ze willen regelen, tot in het detail. Dus wat dat gaat, ben ik het heel erg met hem eens. Alleen de uitvoering van dat principe is naar mijn idee niet goed verlopen. I think COA wants you to be assertive and ask what you want. Yeah, but not for someone he just came and just put him in exactly different system and you expecting from him to manage how he can do. Hoe assertief je ook bent, in een nieuw systeem is iedereen timide, zegt Anas. Explain for us what we can have. We wisten niet waar we recht op hadden. So just like you are here and you are waiting your paper, that's it. No any more information. Dus ja, ik denk dat dat ook een stukje miscommunicatie is geweest. En dat vind ik, kijk, dat kan gebeuren, maar dat vind ik wel jammer om te merken dat wij dat dus hebben moeten achterhalen. En wij eigenlijk op die manier als buitenstaanders die communicatie naar andere bewoners moeten doen, dat een mogelijkheid überhaupt is. Als het stof van de eerste hectische periode is gaan liggen, merken de betrokken Haarlemmers dat ook de instanties hen heus wel waarderen. De deuren van de opvang gaan een stukje verder open. De gemeente nodigt Hotel de Koepel uit voor overleg. En eind november winnen de vrijwilligers van Hotel de Koepel zelfs de participatieprijs voor alles wat ze voor de vluchtelingen organiseren. Maar zoals Menno Schot van het COA al zei, het blijft een gearrangeerd huwelijk. De vrijwilligers hebben een persoonlijke band opgebouwd met de vluchtelingen. En daarvoor is in het huidige asielsysteem weinig plek. Dat moet anders, vinden de vrijwilligers. En, zo blijkt al gauw, daarin staan ze niet alleen. Het is al 20 januari. Maar het is nooit te laat om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. De burgemeester van Haarlem, Bernd Snijders, is trots op zijn stad. Hier spreekt hij op de nieuwjaarsborrel voor vluchtelingen en vrijwilligers in de Grote Kerk van Haarlem, georganiseerd door de kerken. En ik ben er trots op dat er zoveel mensen zijn die de vluchtelingen terzijde staan in onze stad. Door de hulp en de vriendschap die Haarlemmers bieden, kunnen jullie het beste de taal leren en straks aan het werk komen. En daarom zou het denk ik goed zijn als we de opvang van vluchtelingen in Nederland ietsje anders gaan organiseren. Onze vluchtelingen moeten in Haarlem blijven, vinden de burgemeester en de vrijwilligers. Dat kan alleen niet, omdat de koepel slechts noodopvang is. De mensen zullen naar andere locaties moeten verhuizen om te starten met de procedure die ze uiteindelijk naar wel of geen verblijfsvergunning leidt. Draai dat om, zegt de burgemeester. Laat de procedure naar de mensen komen in plaats van andersom. Ik vind dat de menselijke contacten leidend moeten zijn en de sociale netwerken leidend moeten zijn en niet de procedures en de bureaucratie. De Haarlemmers blijken uithoudingsvermogen te hebben. Terwijl de eerste vluchtelingen examen Nederlands doen, koppelen vrijwilligers de nieuwe lichtingkoepelbewoners alweer aan nieuwe Haarlemse taalmaatjes. Veel van de in de eerste maanden opgezette activiteiten lopen goed. Zo wordt bijvoorbeeld de catering in de kerk verzorgd door het vrijwilligersinitiatief Cuisine La Coupe. Het ziet er super mooi uit. Net die hele tafel vol, onaangeroerd. Heel mooi. Dank je wel. Heb je meegekookt? Ik heb meegesneden en meegesjouwd en meegereden. Maar de drie Syrische mannen en Andrea hebben eigenlijk het meeste kookwerk gedaan. En niet geslapen, hoorde ik. Ze hebben de hele nacht doorgewerkt. Echt, een van de jongens die ligt nu beneden in de parkeergarage te slapen in de auto. Cuisine La Coupe is een idee van Aline Te Kiefte. Zij is als peuter uit Korea naar Nederland gekomen en haar achtergrond maakt haar allergisch voor hokjesdenken, zegt ze. Mijn vrienden zeg ik van, je bent geen vluchteling, you're not a refugee. Je hebt een naam, je komt ergens vandaan, je kan zoveel, want alles wat je daar kon, dat zit nog steeds in jouw hoofd en je hebt al die talenten nog steeds. Tussen de vluchtelingen zitten professionele koks. En die laat ze wekelijks met gedoneerde ingrediënten in buurtcentra in Haarlem een Syrische maaltijd koken. Telkens voor een andere groep koepelbewoners. Het is een van de activiteiten uit de groep van vrijwilligers waar Menno Schot van het COA heel blij mee is. Ja, die was het geklaag over het eten eigenlijk een beetje zat. En die dacht, nou, daar gaan we iets mee doen.
En dat heeft heel goed gewerkt, nog steeds.